Ik dacht, het is misschien handig om het principe perceptie eens te gebruiken. Dus je ziet, zijn er verschillende manieren van waarnemen. Als we onderaan beginnen, dan staat als idiot. Dus dat komt voor, hè? Mensen die gewoon helemaal fucked up zijn. En, nou ja, er is geen sprake van heldere waarneming, maar gewoon it's all over the place. En, nou ja, goed, komt voor, maar goed, zo zijn jullie niet. Dus. Een ander level, dat is misschien wat beter bekend, is waarnemen als of vanuit ego-mind. En dat betekent dus dat de boel aardig geïdentificeerd is en er allerlei rommelige aannames zijn en verwarde gevoelens. En daar wordt heel veel heisa om gemaakt. Dus dat is een tamelijk ingekapseld fenomeen. Dat loopt ook lekker in zichzelf rond en bevestigt zichzelf. De meeste mensen die zeg maar voor het grootste deel van de tijd in die ego-mind toestand functioneren, hebben ook vrienden die zo zijn. Dus dat is altijd helpend. Ja, soort zoekt soort, dat is één van de principes. Dus als ze dan fucked up zijn een beetje, dan gaan ze hun fucked up vrienden bellen. En nou ja, die vinden dat dan ook fucked up. En dan vinden ze dat fijn samen fucked up. En dat geeft dan verbondenheid. Of we hebben nog een goed gesprek gehad, weet je wel. Want ze zijn het dan met je eens en dat is wat het ego wil. Is er ook nog een toestand mogelijk, dat komt al een stuk minder voor. Dat noemen we dan maar even voor het gemak clear mind. En dat komt er eigenlijk op neer dat iemand, ja, er is een gebeurtenis en iemand is volwassen genoeg om gewoon een tamelijk heldere perceptie daarvan te hebben. En als er al gevoelens bij betrokken zijn, zijn die binnen een bepaald kader zinvol of accuraat. Ja, het is handig om te schrikken als er een piano naar beneden komt. Dat is een zinvolle emotie, want dan stap je opzij. Dus dat is handig. En iemand die zeg maar leeft als een volwassene of vanuit clear mind, die zal geen weerstand hebben tegen intuïtie. Dus die ervaart dat vrij helder en heeft dan niet gelijk die ego-mind die er overheen dendert om het proberen ongedaan te maken of in de weg te zetten. Die volgt dat gewoon op. Mensen in die toestand hebben minder neiging om dingen vast te houden, minder neiging om weerstand te bieden en hebben eigenlijk een net voldoende identificatie om nog te kunnen reageren op hun naam en te zorgen dat dat ding voeding krijgt. Maar verder maken ze zich niet zo druk, zou ik maar zeggen. Dus dat is een hele prettige categorie mensen. Dan heb je er ook nog van die lui en die zitten meer zo, zeg maar van in dat BWZ, dat staat voor bewustzijn. Dat woord, als je daar 20 jaar mee bezig bent, dan wil je dat afkorten. Dus dat is ook mogelijk. Dus dan is er in meerdere of mindere mate eigenlijk sprake van het besef, ik ben bewustzijn en niet alleen maar dit organisme. En nou ja, die leven sowieso vanuit een helderheid. Maar die gaat nog net even ietsje verder dan clear mind. Is toch nog een min of meer afgebakend gebied. Dit ook, maar het is een stuk, zit een stuk meer space in. Dus het gevoel van afgescheidenheid is in het level van leven vanuit bewustzijn, of wat we dan wel ontwaken noemen, die identificatie of afgescheidenheid is daar nog minder. Nou, dan is er nog een hele kleine categorie, dus eigenlijk zijn er zo weinig, daar kun je niet eens een categorie noemen. En dat noemen we dan gerealiseerd, die weten dat dat hele bewustzijnsfeestje en die mind, en dat allemaal irreëel is. En dat ze dat zijn, wat we dan wel het absolute noemen, of het tijdloze, het onnoembare, whatever. Geen enkel woord houdt daarop. Dus eigenlijk alles wat je daarover zegt is bullshit. Dus het is handiger om het daaronder over te hebben. Dus ja, dat vond ik leuk om dat eens even op te schrijven. Het is sowieso handig. Het zou handig kunnen zijn als je een paar van die dingen hiervan echt beseft. Omdat het dan mogelijk zou kunnen zijn, aangezien je, laten we het daar voorlopig op houden, eigenlijk bewustzijn bent, dat de herkenning kan plaatsvinden wanneer ego-mind zich manifesteert. Dan zou er een beetje helderheid binnen kunnen komen dat als je in die modus bent,
Dat is niemand schuld verder, dus het gaat niet over beschuldiging, maar over herkenning. Als je herkent dat je in die mode zit, is het niet zo handig om wat mensen belangrijk vinden, beslissingen te nemen. Want welke beslissing je vanuit die toestand ook neemt, it will be fucked up. Want het is in feite angst en chaos in actie. En dat zijn meestal niet de meest handige manieren om met dingen om te gaan. Of met mensen of met situaties. Dus als die herkenning er zou zijn, dan zou ik in ieder geval de helderheid misschien kunnen hebben van oké, ik ben nou gewoon emotioneel totaal in de war. Ik zie dingen niet helder, ik kan niet echt nadenken. Ik kan misschien beter even een uurtje in het bos gaan wandelen en even niks doen. En niet iets gaan zeggen tegen iemand, niet een mailtje gaan beantwoorden, niet een zakelijke beslissing nemen. Weet je wel, want je hebt kans dat je daar 10 jaar plezier van hebt. Dus dat zou handig kunnen zijn. Je kunt dan ook op een gegeven moment misschien het onderscheidingsvermogen gaan ontwikkelen tussen die twee toestanden van wanneer er helderheid is, clear mind, en wanneer niet. Dan weet je dus ook wanneer je wel beslissingen kan nemen. Dus dat is heel praktisch gewoon. Het heeft verder niks met verlichting te maken. Maar het zou heel handig zijn als mensen dit soort basics zouden beseffen. Je kunt dus beseffen op een gegeven moment wanneer je in die ego-modus zit. En dus dat het dan beter is to shut up. En dat als iemand bijvoorbeeld iets vraagt om het heel praktisch te maken. En je hebt dat besef van, ja, maar ik zit nou in die rollercoaster. Dan je gewoon even roep van, joh, ik kan nu niet beslissen. En dan kan die ander gaan springen en doen. En weet ik veel, dat is allemaal prima. Maar jij gaat die wandeling maken. Gewoon niet doen. Wachten tot het is uitgeraasd. Of tot er iets in je opkomt waardoor je ineens weer helder bent. En dat kan voor de een dit zijn en voor de ander dat. Sommigen gaan eerst een half uurtje tai chi, prima. Maakt mij niet uit wat het is, maar shut the fuck up als je in die geïdentificeerde modus zit, want er zal alleen maar meer, more ripples, weet je wel, meer effecten. En het leuke van leven is, misschien heb je dat ook door, dat alles golft naar je terug. Dus niet om je te treiteren, maar dat komt omdat je niet afgescheiden bent. Dat weet je niet, maar alles wat je doet, golft en golft weer terug. Je bent het water waar je die steen in flikkert, zou ik maar zeggen. Dus handiger als je zegt, wat heel veel mensen tegen mij zeggen, al geloof ik het niet, dat ze helderheid en kalmte willen, is om niet de hele tijd emotioneel mentale stenen in de vijvers te donderen. Als je die neiging tot gooien voelt, ga even lopen, niet gooien. Tenzij je van dat gedoe houdt, in dat geval, dan weet je ook wat je moet doen. Stay away from clear mind. Ja, dus, zodra je je kalm en helder voelt, take some drugs, maak ruzie. Nou ja, er zijn middelen voor. Hè? Dus. Om clear mind te bevorderen, daar zijn allerlei techniekjes voor. Therapietjes zouden kunnen helpen. Psychologen zouden kunnen helpen om dingen wat op te ruimen. Het zou kunnen, hangt van de psycholoog of de therapeut af. Niet zozeer van de richting die ze aanhangen, maar hoe iemand is. Dat terzijde heb je met tandartsen ook. Hè? Ze leren allemaal hetzelfde, maar is die tandarts werkelijk aanwezig en in een state of clear mind? Of is hij fucked up? Dan boort hij toch het verkeerde tandje. Misschien wel goed, maar... Het handigste is, als het onderscheid, laat ik het zo zeggen, begint te ontstaan van wat ego mind is en wat clear mind is, dan kun je misschien wat eigenschappen herkennen. Bijvoorbeeld de afwezigheid in clear mind van weerstand tegen een gevoel wat opkomt. Dan zou kunnen doordringen dat het minder handig is om weerstand te blijven bieden. Want dat houdt je namelijk in die ego mind structuur. Dat is gewoon niet handig. Dingen komen in je op, niet om jou te treiteren of iets dergelijks, maar omdat ze daaruit willen. En jij houdt ze de hele tijd tegen. Omdat je denkt dat je het niet aan kan. Omdat je gelooft dat je een sukkel bent. Of nou, whatever. Allerlei ideetjes die strikt genomen niks met het gevoel van het moment te maken hebben. Dat is gewoon iets wat eruit wil. Alles zoekt naar bevrijding.
En wij hebben dat niet door. Wij zeggen dan, ik zoek naar bevrijding, maar ondertussen zitten we alles in onszelf wat bevrijding zoekt in de weg. Dat is een beetje domme strategie, eerlijk gezegd. Ik hoef namelijk strikt genomen niks te doen om een emotie te laten verschijnen, of tenminste die verschijnt vanzelf, om hem zijn ding te laten doen. Ik kan gewoon een beetje sit back and relax en nou, dat gaat dan naar een climax zoals alles en it fades out. Ik doe het altijd, tenzij wat ik gisteren al zei, ik de hele tijd weerstand bied en in feite olie op het vuur gooi. Of meega in allerlei niet ter zake doende gedachten. Hoe sterker dat besef zeg maar van clear mind wordt, hoe makkelijker het gaat. Dat is met alle dingen zo, hè? Piano spelen gaat op den duur ook makkelijker. En in het begin denk je van, hé, ik kan dat nooit en dat wordt nooit wat. Dat had je met lopen ook en met autorijden. Maar je kunt constateren dat je in staat bent dingen te leren. Dit soort dingen kun je ook leren. Het heeft nogmaals op zich niks met verlichting te maken. Maar er zijn handige levenshoudingen en minder handige. En die kun je leren. Weerstand bieden is een slecht plan. Behalve tegen de nazi's, zou ik maar zeggen. Daar had wat meer weerstand mogen zijn. Maar goed, dat is een andere discussie. Of tegen bacteriën, dan is weerstand ook goed. En verder is weerstand tegen wat er is niet handig, want het is er al en je weerstand gaat niet helpen. Het zorgt alleen dat er iets is en dan heb je ook nog weerstand en de daaruit voorkomende frustratie, en, want je krijgt het niet weg en zo. Het allerhandigste om clear mind te bevorderen is constant je aandacht richten op bewustzijn. Iedere seconde dat jij je bewust bent van de aanwezigheid van bewustzijn, dus nog niet eens de realisatie ik ben dat, maar gewoon dat je het ervaart, dat je er toegang toe hebt, verandert je systeem. Er gebeuren daar dingen door. En we hebben een enorme hang om dingen te doen, maar eigenlijk is gewoon zijn het meest gezonde. Bewustzijn namelijk, als je dat begint te ervaren, dat minimaliseert meteen al je weerstand. Om de simpele reden dat bewustzijn nergens bang van is. Dus als ik daarmee als het ware, ik denk nog steeds dat ik iemand ben, maar ik heb daar contact mee met die space en die stilte en die helderheid, is het veel gemakkelijker om dingen te ervaren, om op een logische manier na te denken over een situatie, om een impuls te voelen die niet uit mijn kop komt, maar gewoon komt. En dat op te volgen. Dus de grap is eigenlijk, en daarom hoor je dat die zogenaamde wijzen ook wel roepen, dat niet doen eigenlijk het beste is. Je spreidt je aandacht uit en je doet in feite niks. Wat wil zeggen, je bent niks aan het fixen, niks aan het verhelpen, niks aan het ontlopen, niks aan het vermijden. Je probeert niks te bereiken, je bent. En dan ben je een soort welkome ruimte waar dat zogenaamde leven gewoon zijn dansje in kan doen. En dat regelt zichzelf bijzonder prachtig. If you stay out of it. Dat ruimt dus van binnenuit allerlei waanideeën op. Het ruimt allerlei emoties op. Het ruimt in feite je hele verleden op. Strikt genomen zou iemand die dat pakt, want daar kun je ook niks aan doen of je het pakt of niet. Iemand die gewoon steeds zijn aandacht daar houdt, die is binnen no time gewoon uit alle identificaties en trouble. En met no time bedoel ik binnen 2-3 jaar.